We gaan verwelkomen de president van de Republiek Suriname, Zijne Excellentie, Chandrika Bazar San Tok. Mag ik alsjeblieft uw aandacht voor het verwelkomen? En ik moet aangeven dat dat een test was. We gaan dat zo meteen doen, maar ik wil er kijken als jullie paraat zijn. Een applaus voor jezelf. Dames en heren, mag ik u uitnodigen voor het verwelkomen van de president van de Republiek Suriname, Zijne Excellentie, Chandrika Bazar San Tok. Het is geen test. Goed zo, president, van harte welkom. Dames en heren, we vervolgen het programma met enkele speeches zoals ik eerder al had aangegeven. We hebben eerst namens de Koffiebox een van de leden van het team dat marketing doet. Mag ik het horen voor Tamara? Een applausje natuurlijk. We weten dat in elk bedrijf, vooral in de restaurant business, geen enkel bedrijf staat ergens zonder hun gasten, zonder hun klanten. Daarom hebben we een manier bedacht waarop we onze gasten een beetje beter kunnen gaan waarderen. En we zijn dus gestuurd op loyalty. Maar wat houdt loyalty eigenlijk in? Het woord zegt het al, loyalty. Loyaal blijven, trouw blijven. En het is dan hebben we het niet over trouw blijven naar het bedrijf toe, naar de koffiebox toe, maar dan hebben we het ook over trouw blijven vanuit het bedrijf naar onze gasten. En we hebben dus een manier gezocht om onze gasten beter te waarderen. Hoe gaan we de gasten waarderen? Elke purchase die de gast hier maakt, alles dat ze komen consumeren bij ons, daarvoor kan de gast punten scoren. En met dezezelfde punten zou de gast weer een korting hier kunnen krijgen of een ander product kunnen kopen. De gast, andere voordelen die de gast ook heeft, is dat ze kunnen meedoen met speciale acties die alleen gelden voor loyale gasten. En ik denk ook dat ze zeker een betere service krijgen. En om al deze voordelen te kunnen genieten, is het natuurlijk belangrijk dat we weten hoe de gasten loyalty members kunnen worden. En u hoeft zich helemaal niet druk te maken hierover, want het personeel weet er alles over en ze kunnen u hiermee assisteren. En het is ook niet moeilijk hoor. Het is echt simpel. We hebben daar bij de entrance hebben we een kiosk
Dat is eigenlijk gewoon een tablet. En het is speciaal. Het staat speciaal daar voor onze loyalty. I have my little helpers here with me. Het enige dat u moet doen is een QR-code scannen. Het brengt u naar de website waar u moet registreren om van ons een loyalty klant te worden. Het neemt al uw informatie. Uw telefoonnummer, uw e-mailadres, uw naam. En nadat u dus hebt geregistreerd, krijgt u direct de sms met de pincode. Maar dan moet u nu inloggen op onze app. En op deze app kunt u alles bekijken. U kunt zien hoeveel punten u hebt gescoord, wanneer u deze punten hebt gescoord en ook wat u met deze punten kunt doen. De app heet Kangaroo. En wanneer u dus hebt geregistreerd, kunnen onze medewerkers verder hier assisteren. En dat is het eigenlijk, dat is hoe loyalty werkt en ook waarom het heel erg belangrijk is. En als blijk van waardering dat onze president van de Republiek Suriname hier met ons is vandaag, hebben wij gemeend om hem tot de eerste loyalty klant te maken van de Coffeebox. Ja. Ik wil hierbij de president onze eerste loyalty kaart overhandigen. En we hopen natuurlijk dat u ook een goed gebruik maakt en dat u vaker bij ons langs komt. Ik weet wat jullie niet verwachten. Dat ik op basis hier van jullie allemaal een rondje ga geven. Dat ga ik vandaag niet doen. Dank u wel. Wel nu, ik ga de mic overdragen aan onze MC Romano. Dank u wel, Damara. En dames en heren, het is heel lastig als u leuk babbelt terwijl er gesproken wordt. Gelieve, gewoon uw aandacht te richten naar de spreker. En als het u niet bevalt, dank u wel. Gewoon even rustig. Goed zo, de volgende spreker die we naar voren gaan halen. Robin, mag ik ook een applausje voor Robin? Ook hij is namens de Coffeebox een van de sprekers. En hij is meer het verlegen typetje dat zijn tijd neemt. Of hij wil nog een applaus. En Robin, de bedoeling is dat je een korte speech, ik zie 3 A4'tjes hier. Het is wel snel, goed zo. Goedenavond allemaal. Allereerst wil ik welkom heten aan zijn excellentie, de president. Alle genodigde familie en vrienden. Bij deze wil ik ieder van harte welkom heten bij de opening van het tweede filiaal van de Coffeebox vandaag in Paramaribo Noord. Met het bereiken van deze belangrijke mijlpaal vandaag in Suriname vieren wij niet alleen de opening van het modernste restaurant van Suriname, maar ook het 5-jarig bestaan van eigenlijk de best draaiende en de meest toeristvriendelijke eetcafé van Paramaribo Zuid. Namelijk onze eerste Coffeebox, Coffeebox op Zuid. 5 jaar terug, in 2018, ging de Coffeebox van start. Een café waar wij het toen al anders deden en nu nog steeds anders zullen blijven doen. Gestart als restaurant met een kleinere capaciteit, een aantal gasten en 25 medewerkers zijn wij vandaag de dag gegroeid naar 2 filialen met een totaal van 150 medewerkers. En ik wil mijn eerste dank uitspreken aan vooral mijn collega's, het team, mijn managers die zich dag in en dag uit inzetten om samen met mij de Coffeebox naar een ander niveau te brengen. Mag ik voor hun applaus alsjeblieft? Ja. Dat wij vandaag de dag een onderneming zijn die 150 arbeidsplekken telt, zijn wij heel erg trots op. Het concept van de Coffeebox is heel goed ontvangen in de Surinaamse gemeenschap en vooral ook daarbuiten.
Hier zijn wij heel erg dankbaar voor. En het zijn onze gasten die ons inspireren om verder te gaan. En daarom gaan wij ook nog verder dan dit. Maar niet zo snel, misschien volgend jaar weer. Ons doel is vanaf de start geweest dat iedere Surinamer van ons concept kan genieten. We staan hier voor jong, voor oud, maar ook voor elk budget. We staan hier dus voor iedereen. We don't only serve food and drinks, we serve joy. Dat is onze slogan trouwens. Als jonge ondernemer ben ik bijzonder trots met deze nieuwe mijlpaal. Het is mij altijd aangeleerd om in welke situatie dan ook positief te blijven, maar bovenal ook door te zetten. Elke conjunctuur heeft uitdagingen, maar ook opportunities. Deze investering vandaag hier op Coffeebox, van Coffeebox op Noord, is eigenlijk, het getuigt van moed en vertrouwen in de economie van Suriname. Het is natuurlijk niet gemakkelijk, maar met de goede energie, een positieve drive, met heel veel inspanning is het ons wel gelukt om vandaag de dag dit klaar te spelen. Maar er moet nog veel worden gedaan in deze sector. Daarom ben ik heel blij dat de president vandaag tussen ons is. De sector, de horeca sector, welke eigenlijk deel uitmaakt van de toerisme sector, is eigenlijk wat Suriname vooruit gaat brengen. Ik geloof dat investeren in het toerisme, maar ook support van de overheid in deze sector Suriname stappen vooruit gaat brengen. Bij deze doe ik daarom een oproep vooral aan alle jonge ondernemers zich zoveel als mogelijk te verdiepen in het toerisme. En ik geloof alleen dat met duurzame ontwikkeling in deze sector wij Suriname naar beter op de kaart kunnen brengen. Ja, dank u. Mijn dank gaat verder uit aan mijn gezin, mijn familie, mijn zakenpartners, maar vooral naar één enkele persoon die eigenlijk het vertrouwen in mij heeft gesteld vanaf mijn 12e. En eigenlijk toen ik echt begon te ondernemen op mijn 7e, naast het student zijn, heeft diegene nooit getwijfeld aan elke plan die ik had. Dus ik wil ook van hem een laatste applaus, dat is niemand anders dan mijn vader. Zoals ik hier sta, is hij mijn ruggengraat. Dus dat wil ik hem wel even zeggen. Papa, even. Ik wil afronden dat u een genoeglijke avond toe te wensen en dat wij niet alleen vandaag, zien, maar ook vaker in de toekomst. Dat kan ook aan vandaag. Ja, nogmaals welkom en geniet van uw avond. Nogmaals geweldig, de directeur dus van Coffeebox. Geweldig gesproken, geweldige dingen gezegd en hij heeft geen enkele leugen verteld als hij zegt mooiste en modernste restaurant. En ik heb jullie eerder al gezegd, check het toilet, boy. Het is meer dan 5 sterren waard. Je voelt je echt gewoon een VIP daar. Ik zag eerder dat die deur op slot was voor langer dan een half uur. En toen de persoon eruit kwam, was de persoon gewoon nog lekker fris. Want er is muziek daar. Er wordt op je gelet. Ik weet niet door wie, maar het is gewoon geweldig. Als je nog niet bent geweest, go right ahead. Goed zo, we hebben nog één spreker voor de avond en dat is niemand minder dan de president van de Republiek Suriname. Dank u wel, broeder, master of ceremony. Goedenavond, broeders en zusters, welkom. Vandaag bij een geweldige plechtigheid. Een historische plechtigheid, maar een plechtigheid waarbij het directieteam, familie Bizizer, gezorgd heeft voor verbindingen. En ik ga uitleggen, iedereen wil van jou zeggen hoe je ook politieke steek, want dus nu verwacht geen politieke steek van me. Dat hoor je al genoeg. Maar het is bijzonder. En ik kan u zeggen, deze uitnodiging staat al bijna een maand in mijn agenda. President, blokkeer het. Maar ik weet ook,
namelijk dat het in de periode is van de herdenking van de Hindoestaanse immigratieuitdruk, waar we nog niet eens wisten dat de president van India zou komen. Dus toen dat bevestigd werd, zat hij onder zware druk. En zij weten hoe die druk vandaag gewerkt heeft. Wel niet, wel niet, wel niet. Uiteindelijk heb ik maar naar één ding gekeken. Namelijk, het zijn jonge ondernemers. Die in een tijd van financieel-economische crisis, in een tijd van COVID-crisis, nu post-COVID, in een tijd van mondiale uitdaging waar prijzen stijgen, importinflatie als gevolg van Oekraïne-oorlog, maar ook het duurder worden van het leven, daling van de koopkracht, waar iedereen aan het morren is, nee, waar heel wat mensen aan het morren zijn, en zij zeggen nee, wij morren niet. We gaan laten zien dat niet alleen de regering verantwoordelijk is voor het brengen van economische ontwikkeling, maar met name de private sector. Met name ondernemers die moeten bijdragen dat die koers stabiel blijft. Dat er productie is, dat er werkgelegenheid is. En dit is, gebroeders, familie Visser, een gedurfde stap. Mijn complimenten daarvoor. Maar als ik zeg, het is een historische stap vandaag en hij creëert verbindingen. Want ik ben 100% zeker, de datum van vandaag heeft hij niet zomaar gekozen. Het is aan de vooravond van de Hindoestaanse immigratie. 150 jaar. En als regering heb ik beslist, we gaan niet alleen de hoogtijdagen vieren van die groepen, allemaal Surinamers, die van heen en ver zijn gekomen. Dat zingen we toch ook in volle bord, hoe wij hier ook samenkwamen. Maar dat we van alle groepen in de periode van eind mei tot en met eind oktober dit jaar als een jubileumperiode gekwalificeerd is en dat ze allemaal in de spotlight gaan plaatsen. We zijn begonnen met Hindoestaan en Hindoestaanse migratie, straks afschaffing van slavernij. We gaan naar Marondag, we gaan naar Inheemse Dag, we gaan naar de Javaanse migratie, we gaan naar die Boeroes. Hey! Hey! We gaan naar die Boeroes, we gaan naar die Portugezen, we gaan daar toe, we gaan naar die Chinezen. Maar toen kreeg ik een paar apps, wanneer is die dag van die Douglas? Dus de Lanja! De Lanja, joh! Ik ben afhankelijk van jullie advies over de dag van die Douglas moet komen. Als je mij vraagt? Ja. Waarom? Is de snelst groeiende groep in Suriname. Snelst groeiende groep in Suriname, de Douglas. Mijn mensen. En wat is dat historisch aspect vandaag en welke zijn die verbindingen? Morgen gaan we naar de waterkant met de president van India. En wat gaan we daar symbolisch verwelkomen? Wat denk je? Lala Roepboot. Lala Roepboot. En zo is 5 jaar geleden de Lala Roepboot ontstaan bij de familie Visser aan de Lala Roepweg. Daar hebben ze het eerste zaakje gezet. En ze laten zien dat ze met hun Lala Roep wel een verschil willen uitmaken. En wat is het verschil? Dat ze groeien en na 5 jaar brengen ze ons naar het koloniaal verleden, de Wilhelminastraat hier zo. En wat is belangrijk? En wat is belangrijk hier wat we moeten leren? Wat is die naam? Coffeebox. En waarvoor werden onze voorouders gehaald toen de tijd 150 jaar geleden om op die koffieplantages te werken?
om op die koffieplantages te werken, keihard. En vandaag laat de nazaten van onze voorouders zien. Familie Bicester, jonger Bicester, jullie kunnen nu out of the box denken. En jullie zijn tegen een koffiebox. Geweldig. Dit is wat we noemen vertrouwen in eigen kunnen. Hoe eet sani? Hoe kan doen, lobby brother Narcissa? Laat dat gemor. Ik ben vandaag begonnen om 6:30 's morgens met een gebed. Daar. Aan de Koningsstraat. In die mandier. En ik heb daar gezegd ook. Kijk wat voor durf en moed de mensen hadden om hun geliefd land, hun familie, hun vrienden, hun vertrouwde omgeving te los te laten en te kiezen voor onzekerheid. Nee, onzekerheid. Onduidelijke bestemming. Maar wat hadden zij? Geen geld. Durf, moed, ondernemerschap. Vertrouwen, maar met name geloof. Geloof dat ze iets gaan ontwikkelen. Misschien niet zozeer voor zichzelf, maar voor hun kinderen en hun kindskinderen. En kijk wat er hier gebeurt. Datzelfde hebben jullie geërfd. Durf, moed, geloof. En daarmee dragen jullie bij aan die economische ontwikkeling, aan die werkgelegenheid, aan die productie, aan die saamhorigheid. Aan die lobby wat we nodig hebben. En u wordt overgedragen aan twee jonge Bicesters. En als ik hier kijk en ze plannen, dan kan ik nu al zeggen, jullie twee broeders, jullie hebben al gewonnen. Maar beide namen, die spreken voor zichzelf, jullie hebben gekozen voor win-win samenwerking. God bless you, gefeliciteerd! All the best, enjoy the evening! Dankjewel, president. En als ik het heel informeel mag zeggen, dankjewel, president, is formeel. Heel informeel, je takiere! Geweldig gezegd, geweldig gedaan. Goed zo, we hebben nu een monument dat onthuld zal worden bij de opening. Ik wil dan de directeur vragen om de genodigden die daaraan mee zullen doen meteen mee te nemen naar de deuropening voor het onthullen van het monument. Ik zag twee kinderen daar constant mee lopen. Roep die kinderen. Ja, dat is mijn dochter. Ja, laat ze komen. Surya en Gia. Laat die kinderen komen, baby. Kom maar allemaal. Kom jullie. Jullie gaan helpen. Jullie zijn de toekomst. Jullie gaan beter helpen, ja? Ja. Arwin en Rowin voor de win-win. Oké, hou je vast. Samen trekken, wie gaat tellen? 1, 2, 3. Goed zo! Hey, geweldig, Ik denk dat het even mogen.
Mastery.